Ik doe mee omdat er heel veel leraren en personeel van de onderwijsspecialisten meedoen. En dan vinden Henny en ik eigenlijk ook dat we mee moeten doen. Dat is de eerste plaats. De tweede plaats is dat iedereen en wij ook wel iemand kennen die te maken heeft gehad met kanker. En zoals je weet is dat DU6 iets tegen de kankerbestrijding. Dat brengt geld op tegen de kankerbestrijding en daar werk ik heel graag aan mee. Dat is wel een hele lastige vraag. Ik moet eigenlijk heel veel trainen, want ik ben helemaal geen fietser. Ik fiets heel af en toe met mijn eigen fiets van huis naar mijn werk. Heel af en toe. Dus ik heb nu net 3 weken geleden een hele mooie racefiets weten over te nemen van iemand. En ik heb nu zeggen en schrijven 3 keer getraind. Dus ik moet nog wel heel wat doen, wil ik die berg opkomen. Ik hoop het niet. Ik weet zeker dat ik die berg in ieder geval 1 keer opkom. Als ik dan nog leef, dan ga ik weer naar beneden. Als ik dan nog leef, ga ik misschien nog wel voor een 2e keer. Maar in 1 keer zal het in ieder geval wel lukken. Als ik die berg zo zie op televisie, dan denk ik dat ik er 3 dagen over doe. Maar dat kan niet. Dus snel zal het niet zijn. Ik denk dat ik daar ongeveer 1,5 uur over doe. Maar het kan ook maar zo 2 keer zo lang zijn. Mijn fietsheld, dat is toch wel van de Bogaard. Hij is gestopt, hè. En jammer genoeg vind ik dat, maar dat vond ik wel een hele mooie fietser. Ik train voor de Alpe d'Huez, helaas door tijdgebrek wat te weinig. Je hebt toch altijd een doel dat je na wilt streven. Ik probeer toch 1 keer of 3 per week korter of langer te fietsen of hard te lopen. Ik ga ervan uit dat 2 keer kan, maar in mijn hoofd hoop ik op 3. Ik schat in tussen de 5 en 6 kwartier, dus tussen 1 uur en 15 minuten en tussen 1 uur en 30 minuten. Ja, nou dat kan er eigenlijk maar één zijn gezien mijn leeftijd, Joop Zoetemelk.